Plong er in één keer zo'n hippo uit het water. En nou, toen moesten we wel. Nou, we hadden gelukkig geen roeispanen, want dan had ik hier niet gezeten. Leuk, rondreizigers, dat jullie er weer zijn. Harm-Jan, de barbecue-man, Harm-Jan Bloem, is nog steeds mijn gast. We hebben al enorm boeiende verhalen gehoord van jou, Harm-Jan. En vandaag ga je ons meenemen naar Zambia. Ik had al een sneaky preview en ik zag al wat foto's voorbij komen. Dat is echt helemaal fenomenaal. Want jij bent je gaan ontwikkelen naast jouw hele barbecue-activiteiten. Ook als fotograaf, hè? Ja, dat hele barbecue is begonnen uit een hobby, ja. 15 jaar geleden. En dat is mijn beroep geworden. Mm-hmm. En omdat je dus zoveel reist en wat vrienden hebt in de reiswereld. En die ooit een keer gevraagd hebben, je mag met mij mee op reis, maar dan moet je wel foto's maken van mijn brochure. Nou, dat is al heel lang geleden, ook zoiets van 10, 15 jaar geleden. En dus ik met een cameraatje mee en het waren best wel leuke foto's geworden. Ja. Toen dacht ik, hé, wat leuk. Ik krijg daar steeds meer zin in. Dus ik ben door de jaren heen steeds meer duurdere camera's gaan kopen. Ja. En dan is het wel een dingetje dat je de momentjes ook ziet. Iedereen heeft wel zijn specialisme in fotografie. Maar ik vond het wel leuk om hele close beeldjes te maken van spannende dieren. Ja, ja. Zeker. Nou, ja. Dan zat je in Zambia goed, of niet? Ja, absoluut. Ja. Hoe kwam je daar terecht? Ja, daar kwamen we terecht door een vriend die heeft daar een lodge. En die heeft ons uitgenodigd daar. En een andere vriendin heeft daar weer een hoop ellende meegemaakt. Met het overlijden van een vriendin daar. Die over de kop is gegaan met de auto. En die is opgevangen in een schooltje aan een ziekenhuisje. En daar, dat sponsoren wij ook. En daar zijn we, zodoende zijn we daar gekomen. Nou, dat is een heel ander verhaal, maar dat komt nog wel een keer andere keer. Yeah. Maar zodoende kwam ik in Zambia terecht. En toen had ik mijn camera bij me. En dan, Zambia is eigenlijk het land van de leopard. Daar lopen zoveel leopards en katten. Natuurlijk in heel Afrika wel, maar dat is specifiek in Zuid-Luanga. Yeah. Heb je daar zijn er heel veel luipaarden. Yeah. En dan krijg je dus zulke kansen om zulke mooie beelden te schieten. Ja. Deze jongen had dus net een springbok gevangen. Okay. En die kwam even om de hoek kijken zo van, denk erom, deze is voor mij. Niet te dichtbij. Ja, kijk, en dat zegt deze foto ook. Ja, hè, zo van, blijf van mijn prooi af. Dus hetzelfde, zo kijk ik ook als ze aan mijn ribeye zitten bij de couch. En ja. Liefst nog met mensen voor ik zo wat. Nou. Ja, dan gaat hij hier. Nou, dat is hetzelfde als dit. Wat je niet ziet, is dat hieronder staan een stel hyena's. Oh. En je ziet hier ook nog een stukje, wat onsmakelijk, maar wat ingewanden. En die eet hij ook niet. Hè? Die gooit die spuugt hij uit, die gooit hij weg. En die hyena's, dat zijn aaseters, die eten dat op. Dus die zitten erop te wachten. Dus het blijft een strijd van mijn prooi. Je mag wel wat hebben, maar de rest is van mij. Ongelooflijk. Ja. Ja, prachtige foto. Hey, en dan, nou ja, ook daar maak je tochten, safari-tochten neem ik aan. En dan ga je op zoek naar het wild. Je gaat op zoek naar het wild. Wat heel mooi is, dat je ziet dat die beesten eten vlees. En wij eten ook vlees. Ja. Dus ik bedoel, wij gooien dat op de barbecue of in de grill. En zij eten dat rauw op. Ja. Nou, hier een mooi voorbeeld. Ik vind altijd wel, er moet een balans zijn tussen het wildlife en het vlees eten, het doden van dieren en eten. Als je daar een balans in vindt, dan is dat prima. Dat is eigenlijk met alles in het leven zo, vind ik. Maar vooral ook in het wild. En je ziet hier dus een leeuw met een stuk kudu, volgens mij, had hij daar te pakken. Ja. En ik had al zoiets van, oh, dat had ik ook wel op de braai willen hebben. Maar ja, dat heb ik nog maar niet gedaan. Nee. Want ik denk, dan lig ik er zelf ook op straks. Maar dat voor zijn neus. Dus dat hebben we later wel gedaan. Toen hebben we een oryx geschoten, dat is legaal, hè? Dat is dan gewoon hetzelfde als wild hier. Yeah. En die biefstukjes hebben we dus helemaal er netjes eruit gehaald, zeg maar. Hè? En dat hebben we later op de barbecue gelegd. En toen kwamen de cheetahs om me heen. Okay. En die cheetahs, dat is mijn favoriete kat, zeg maar. Yeah. Dat zijn zulke mooie dieren. Yeah. En die roken dat. En toen zei degene die waar wij waren in het Conservation Fund, dat was in dit geval in Nankuzee, bij Marlies van Vuren. En die zei, Harm-Jan, gaan we mee, gaan we barbecuen. Maar de kans is wel aanwezig dat de cheetahs komen. Okay. En is dat wel in een Conservation Fund, dus je zit wel in een soort van beschermd gebied. Maar het blijft wildlife. En ja hoor, ik mocht ze halen, dus ik ben die cheetahs gaan halen. En die zijn met mij meegelopen. Okay. En die roken dat vlees en die vlogen gelijk op die barbecue af. Oh, yeah. Maar dan komt het, ze eten dus een stukje vlees van die barbecue, maar ze spugen dat gelijk weer uit. Want ze houden helemaal niet van gebraden vlees. Nee, dat kennen ze niet. En met peper en zout, en dat is vies. Dat is wat wij heel lekker vinden. Ja. Dat vinden ze natuurlijk. Ja. Dus de rauwe stukjes vlees die gingen op. Daar had ik bijna weinig meer om te barbecuen. Ja. Maar de echte stukken vlees, die zie je nog even een.
een poot van een leeuw in dit geval. Ja, die lag voor mijn neus te slapen. Ik heb ook alles fotografeer ik wel zo dicht mogelijk. Dus zo weinig mogelijk. Je probeert echt zo dicht mogelijk op te komen. Ja. Want je kan natuurlijk met een tele kun je de bol enorm dichterbij halen. Ja, hè? Ja. Maar jij probeert echt... Zoveel mogelijk dichtbij, ja. Ja, dit is ook een schitterende... Ja, hier, dit is een moment, daar hebben we echt op gewacht. Ja. Het is allemaal vrij rust en in één keer gebeurt er iets tussen die families. En dan komt er een andere familie en nog een familie. Ja. En de ene die knuffelen met elkaar, het zijn net mensen. Ja. En de andere die hebben zoiets van, jou mag ik niet. En dan krijg je in één keer oorlog. En dan wordt het ook echt een vechtpartij. En dat gebeurt dus hier. En dat bijten en schoppen, dat is enorm. Maar het levert wel een hele mooie... plaatjes. Ja, nee, prachtig natuurlijk. Ja. Ja. En dit wandelt ook gewoon voor je neus voorbij. Ja, ja absoluut. Prachtig hoor. Ja, dit zijn allemaal mooie plaatjes. Ja, absoluut. En Zambia, dat is echt een waanzinnig mooi land. Hè? Ja, absoluut. Het is echt... ongerepte natuur. Ja, echt de moeite waard om daarheen te gaan. En wat er gebeurt, beesten kennen, zien ook weinig toeristen. Ja. Hier varen we met een koreaal over de Zambezi, een zijrivier van de Zambezi. Ja. En die zijn niet diep, maar daar over de bodem lopen van de krokodillen en hippo's. Alles loopt er rond. En toen sprong er in één keer zo'n hippo uit het water. En toen moesten we wel... we hadden gelukkig geen roeispanen, want dan had ik hier niet gezeten. We hadden dus wel een motortje, die ging vol gas voor hem uit. Anders had hij ons wel de midden gehad. Dus doodsoorzaak nummer één. Nee, I know. Ja. Ik heb zelf ooit op de Zambezi in een kano gezeten met roeispanen. Ja. Maar toen gebeurde ons hetzelfde. En dat beest kwam recht op onze kano af. Maar gelukkig had de gids het gezien. En die sloeg met zijn peddel keihard op de kano. Een ijzeren kano. Geweldig. Daar schrok hij zo van. Dat hij omkeerde. Echt. Maar het was echt... vanaf dat moment ben ik aan een touwtje zo achter die gids aangegaan. Want die kracht van die kaak is zo enorm. Het is enorm. Die bijt gewoon een boot dwars ermee. Ja, dat klopt. Hey, en nog even voor mijn beleving. Hè. Gisteren waren we in die hele diepe jungle in Suriname, Brazilië, Frans-Guyana. En dan hier in dit Afrika. Dus toch, wat is het verschil? Want het is natuurlijk allebei is een beleving qua natuur en wild en dat soort dingen. Nou, overal kun je ademhalen en overal schijnt de zon. Ja. Dat is nummer één. Dat is waar. Maar dat is een overeenkomst. Dat is een overeenkomst. Nee, dat is waar. Het verschil is wel het groen in de jungle. Dat merk je wel. De overlevingskans in een jungle is wat groter dan in... De jungle is eigenlijk één groot Chinees kookboek, annex, apotheekboek. Ja. Maar dan wel in het Chinees. Klopt. Dan moet je wel kunnen lezen. Als je dat niet kan lezen, dan overleef je dat ook niet. De jungle biedt eigenlijk alles. Ja. Wat Afrika heeft in principe niet zoveel. Die heeft dorre vlaktes, veel dieren. Als het dan regent, dan is er weer een periode van groen. En daarna is het weer helemaal, wat we nu ook meemaken, is het helemaal dor en weinig water. Dus wat ik zie is dat toch wel duidelijk het verschil tussen het, als ik dan even uit de overlevingspositie kijk, dat je in de jungle beter en makkelijker kan overleven dan in Afrika. Dat wel, om het maar even zo te stellen. Ja, prachtig. Weer een fantastisch verhaal, Armian. Weet je al waar we morgen naartoe gaan? We hebben nog zoveel. Ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Maar we gaan het zien en ik weet zeker dat er weer iets moois uitkomt. Dus graag tot morgen weer.